De gebeurtenis van het weekend was ontegensprekelijk de G7-top of de G6-top, met Trump natuurlijk in het oog van de camera's. Dat liep niet zoals gewenst, maar deze week zullen vooral de centrale bankiers in de spotlight staan. Je hebt op woensdagavond onze tijd eerst en vooral Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Fed, die zijn persconferentie zal houden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Fed de rente dit jaar voor de tweede keer optrekken tot 2%. Dat is eigenlijk al de zevende keer sinds het begin van de monetaire verstrekkingsperiode eind 2015 dat de Fed die rente optrekt. Dus dat is toch al heel wat. De Amerikaanse economie die boomt vandaag, zou je wel kunnen zeggen, met het cijfer voor het tweede kwartaal dat ergens boven die 3% schommelt. Je hebt de werkloosheidsgraad die onder de 4% is getuimeld. Je hebt dus eigenlijk heel forse vertrouwensindicatoren. Je hebt ook iets wat opwaartse inflatiedruk. Dus alles staat in de pijplijn klaar om die rente nog een keer te verhogen. Zoals de situatie vandaag is, schatten we dat ook de Fed in september nog een keer die rente zal verhogen. En dan een keertje de boot afhouden of in ieder geval even uitkijken naar de tumult die mogelijk zou kunnen ontstaan rond de tussentijdse verkiezingen einde dit jaar in de Verenigde Staten. Dus er zijn wel een aantal risico's voor die wereldhandel, dat hebben we duidelijk gezien. Je hebt ook een aantal vraagtekens rond de groeimarkten vandaag, vooral in Turkije en Argentinië. Dus, en een nog versterkende dollar zou absoluut geen goede zaak zijn voor die landen. Maar toch is het zo dat vandaag door die belastingshervormingen van Trump zo'n 1500 miljard aan belastingverlagingen, ook nog een 300 miljard aan meer uitgaven federaal, dat die economie toch nog redelijk goed op peil blijft. Vandaar dat die monetaire verstrekking geleidelijk doorgaat. Naar volgend jaar toe, denk ik, zal dat effect, die tijdelijke boost, wel iets of wat uittoven en zal er een verslapping, een verzwakking optreden van het Amerikaanse herstel en zal de Fed ook iets wat gas terugnemen met betrekking tot de verstrekking van het monetaire beleid. Dan heb je op donderdag Draghi die nog een keer spreekt, een persconferentie houdt. We hadden vorige week al een duidelijke hint van Peter Praat. Die zei dat het zeer sterk bediscussieerd wordt dat de ECB einde dit jaar het opkoopprogramma zal stopzetten. Dat zit in de pijplijn. Of dat nu deze maand effectief wordt aangekondigd dan wel volgende maand, dat is op zich niet zo belangrijk. Het is ook niet zo dat er een echte verstrekkingscyclus in de eurozone op het programma staat. Die timing van die eerste renteverhoging, die blijft voor mij de belangrijkste. En zoals de zaken er nu voor staan, denk ik dat dat maar eerst een vroegste in de zomer van volgend jaar zal komen. Dus de conclusie vandaag is dat centrale banken geleidelijk een uitweg zoeken uit het ultrasoepele monetair beleid van het voorbije decennium, maar dat dat al bij al heel geleidelijk blijft verlopen.